Mijn grote schok kwam ik hier binnen en ik zeg... Oh ja, leuk, Jim komt lekker zingen. Wat komt hij zingen? Een nummer van Christian Castro. En ik schrok, origineel, ja. Waarom schrok ik? Omdat ik aan elke zanger die je kent... Gerard Joling, Gordon, Jamai... Zeg, neem een nummer op van Christian Castro. Want dat is volgens mij de beste zanger die er is. En jij hebt het gedaan. Ik laat even, ja, dit is mijn favoriete album. Heel veel mensen kennen dit album niet. Dit is eigenlijk de, ik moet zeggen, de Gordon van Mexico. Je ziet het ook een beetje aan het haar. Net zo man. Ja. En er is ook een Marco Bussato in Mexico. Die heeft dan weer hele andere nummers. Maar ik vind dit eigenlijk net even mooier. Grote orkesten, alles erop en eraan. Het is werkelijk geweldig. En je hebt een nummer van hem gedaan. Ja. En het is een beetje poppy-achtig, rock-achtig nummer. Ja, een beetje pop-rock-achtig. En ik moet eerlijk zeggen, ik ken alleen dat nummer. Ja. Ik ken de rest van het album. Wat een schande is natuurlijk. Ja, sorry. Zullen we maar... een klein stukje van dat nummer horen, het origineel? Ja. Met een afschuwelijke clip. Met een afschuwelijke clip, ja. Moeten we ook dansen nu, zeg maar, ja. Het is, ja. Dit is het origineel. Schitterend. Leuk. Nou is het natuurlijk zo dat Jeroen van der Boom een gigantische knaller had met een nummer van David Bisbal. Is dat ook de reden waarom jij nu ook dacht van ik moet een nummer van het buitenland? Nee, eigenlijk helemaal niet. Een gozer met wie ik werk voor mijn album, die was in de Antillen. En die, een gozer. Een gozer. Een gozer uit het, ja. Pieter. Ja, ik ken die gozer wel. Pieter. Kom hem wel eens langs, ik ken gozer. Ja, leuk, lekker. Ja. Ja. Maar, die vond het, die hoorde dat nummer en die liet het aan mijn platenbaas horen. En die zei van, nou, dit is misschien echt wat voor Jim. En ik moest er in het begin wat aan wennen. Omdat, want? Omdat, ja, het origineel vond ik in eerste instantie niet echt bij mij passen. Maar toen hebben we het echt de demo gemaakt. En helemaal met mijn stem en op mijn toonhoogte. En toen echt naar mezelf gemaakt. Nou, het is werkelijk, we kunnen niet wachten. We doen het toch. Het is een mooi verhaal. Wat ben jij nou, 21 inmiddels, hè? Ja, dat is toch niet te geloven. En we kennen hem al 6 jaar inmiddels. Al zo lang maar tv. Maar ik besefte net dat dit misschien de laatste keer is dat ik hier ben. Nee, sterker nog, het is de laatste keer. Geniet er maar van. Ja, geniet van je momenten. Dat doen wij ook. Maar je gaat straks zingen. Ik vind het heel leuk omdat ik er weer ben. Wij ook dat jij er bent, maar hoe dat allemaal gaat klinken in het Nederlands, want je gaat in het Nederlands zingen. Door jou. Dat horen we straks. Door jou heet het dan. Door jou! Ja, tot zo! Ook heel graag naartoe. Je zit in de selecties. Ronde. Ja, ik ben al door de zangronde, door de dansronde en door de acteerronde. Dus we gaan nu naar de finale selectie, dus dat wordt heel spannend. Het is een geweldige school. Is toch helemaal te leuk. Ja. Maar je hebt ook gezegd dat het nummer wat jij zong daar, eigenlijk had je een ander nummer willen doen. Ja, 2 keer zelfs. En welk nummer was dat? Van Michael Bublé, Lost. En zou je het hier durven? Ja, tuurlijk. Ja hoor. Voordat je losgaat wil ik even Jim vragen. Want jij bent natuurlijk, nu zit je hier als oude rot in het vak. Als oude rot in het vak. Maar dat moet je toch al, hè, op het moment dat je dat toch... Voel je dan weer die kriebels? Martijn, hoe oud ben jij? Ik ben 19. Oh, nee. En jij bent 14? Nee, hij is nu 21. Als je het zo hoort. Nou, toevallig, ik heb vorige week met hem gewerkt moest hij op een modeshow lopen en ik moest daar optreden. Ja. Dus toen vroeg hij aan mij hoe ik het allemaal heb ervaren. En ja, dat gevoel ken je gewoon. Die zenuwen en dat je niet weet wat er gaat gebeuren en die onzekerheid. En, kijk je naar de X-Factor of niet? Nee, ik heb het 1 keer gezien tot nu toe. Maar... Het is een geweldige scene. Ja, volgens mij zit er heel veel talent bij. Ja. Zeker wel. Maar Martijn, even een momentje voor jou. Oké. Wil je staan of zitten? Dankjewel. Ja, je bent door naar de volgende ronde van Live Cooking. Van Live. Ah, dankjewel. Heel veel succes en heel veel succes. Wie zit er naast je? Een vriendin van mij, Annie. Een vriendin die zat helemaal te stralen. Ja. Nou, dat zit wel goed. Ja, die heeft me ook opgegeven, dus ik moest van haar meedoen. Ja, nou, op je grote musical carrière, wat allemaal dankjewel. Nog komen gaat, en wellicht gaan we je nog ergens zien. Ik en denk Frank het wel. Sanders, een hartelijke groeten. Doe het. Ja. X-Factor is elke vrijdagavond om 8:30 op RTL 4. Nou. Nee. Daar zit je dan. Laat ik eerst eens even praten met je, want Irene wil gelijk over L.A., maar ik wil eigenlijk iets anders weten. Je gaat de rol van Link spelen in Hairspray. Ja. Hairspray, dat ziet er zo uit, is het affiche. Dan let op, daar komt het aan. Ja, er wordt even naar gezocht, want dat is eerst de foto van L.A. Ah, kan je ook altijd een andere foto. Kijk, we hebben hem, Hairspray. Ja. Wat is het voor film ook weer, of voor verhaal, moet ik zeggen? Nou, het gaat over een dik meisje die heel graag in een programma wil dansen waar ze fan van is. Mm-hmm. En ja, dan zie je al die wegen wat er naartoe leidt. En ik zit in dat programma. Ja, jij bent danser in het programma? De ster van het programma is hij. Die wordt in Amerika gespeeld door Zac Efron, tenminste de filmversie. En dat is nogal een dansertje. Ja. 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 En laat nou net, ik ben echt nu 2 dagen in de week, ik ben 3 dagen in de week aan het trainen en 2 dagen in de week danstraining. Dus vanaf november. Dus om te laten zien hoe moeilijk het is, wil Irene nu, want dat voel ik aan haar energie, een stukje laten zien.
Toch? Ja, hè? Zac Efron in Hairspray. Op Broadway gezien. Ik vond het een van de leukste musicals die ik ooit heb gezien. Ja, maar die jongen die moet daar ontzettend dansen. Ja, grappig is, hij was van tevoren ook helemaal geen danser. En, maar ja, het ziet er goed uit. Hoor. Dat ziet er goed uit. Ja. Hoe voelt het nou om de leukste... Nou ja, eerst John Travolta in Grease te mogen vertolken in de musical hier. En vlak daarna eigenlijk nu ook de John Travolta van nu, Zac Efron. Die mag je ook weer neerzetten. Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar het zijn ook echt superleuke rollen om te doen. En ja, ik vind dat een eer. Ik vind het natuurlijk een eer dat ik daarvoor gevraagd word. Nou, is het een productie ook van Albert Verlinde? Moet je dan ook nog audities doen? Of zegt Albert Verlinde tegen jou, ik zie jou in die rol, zou je dat willen doen? Of moet je nog een beetje met pijn en zweet en alles... Nee, ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik dat niet hoef te doen. En dat, ja, ik ben echt een geluksvogel, echt een zondagskind. Hij vroeg me ervoor. Samen met Arjan Edeveen, die de rol van John Travolta gaat spelen. Ja, die dikke vrouw. De moeder van het meisje wordt altijd gespeeld door een man. Ja. Dat was John Travolta in een film. En Arjan Edeveen dus hier. Maar vanaf wanneer gaat het lopen? We beginnen met repeteren in augustus. Okay. En in september is de première. Je hebt geen lange zomervakantie? Niet echt. Maar je bent al op vakantie geweest? Oh nee, je was in L.A., maar je was aan het werk daar. Je hebt de clip opgenomen van jouw nieuwe single, die we ook gaan horen door jou. Hebben we daar wat leuke foto's van? Even kijken. Want waarom wil je daar je clip gaan opnemen? Eigenlijk die plekken daar waar we hebben gedraaid. Dit was het strandhuis wat je nu ziet. En dat was Ella River, wat je ook in de film Grease ziet en zo. En nog veel meer films. En dit is de woestijn. Dat paste zo goed bij het nummer, dat mooie weer. En aangezien het toen hier in Nederland echt onder nul vroor. Dat zijn de dansers van Zo Heet Je Can Dance. Die waren ook mee. Ook gezellig. Je wilde gewoon mooi weer en de omgeving daar in je clip laten terugkomen. Maar toen vonden we ook de foto dat je ineens bij American Idol staat. Heb je stiekem toch meegedaan daar eventjes? Nee. Oh. Dit was gewoon op straat. Ik dacht, ik ga er toch even bij staan. Ja, toch even wel. Het is wel een geestige foto geworden. Nou heb jij natuurlijk die fantastische producent Albert Verlinde. Maar als je in een musical staat en de producent die kan helaas de boel niet meer betalen... dan betekent dat het sluiten gaat. Bettina, jouw vriendin, zat in Supermodel. Model. Ja. Daar hebben we een prachtige foto van. En de musical is er niet meer, hè? Nee, het is niet meer. Nee. En hoe is de klap ontvangen? Ja, dat is natuurlijk... Als je denkt, we gaan nog tot april door en het stopt opeens. Het is voor niemand leuk natuurlijk. En opeens zit je gewoon thuis en... Ze hebben allemaal keihard gewerkt. Keihard gewerkt eraan, gerepeteerd. Ja. En, het is voor echt helemaal geen leuke tijd voor iedereen. Maar goed, ja. Er was niet genoeg publiek? Nee. Waar heeft dat aan gelegen? Was het inderdaad het stuk? Of is er nooit genoeg promotie gemaakt? Ik heb geen idee wat het aan gelegen heeft. Nee. Er is genoeg promotie gemaakt. Daar was niks mis mee. Nee. Maar ik heb echt geen idee. Nee. Dat was bij Grease toen ook. Het zijn altijd vervelende dingen. Ja. En, zeker voor alle mensen, ook. En, zeker voor de mensen die erbij betrokken zijn. Ik hoop dat Bettina een leuke volgende rol krijgt. Maar dat gaan we anders aan de zelf vragen. Want het gaat om jou, je nieuwe cd. Door jou. Wanneer komt die uit, je hele album? Mijn album, daar ben ik bijna mee klaar. Die komt april, mei uit. Oké. Okay. We hopen dan nog een nummer te doen van Casey Zijn Castro. Want hij ziet het origineel van dit prachtige nummer. Maar Nederlandstalig helemaal, alle nummers? Weer Nederlandstalig, ja. En is het poppy? Wat is het? Nou, dit album is wel echt voor het eerst. Ik zit van de laatste noot tot de laatste noot er helemaal bovenop. En het zijn echt best wel verschillende nummers, maar het blijft natuurlijk pop. Het is wel pop, maar met een randje af. Met andere woorden, bij die andere albums was dat niet zo dat je er bovenop zat. Kan me minder, maar wel gewoon. Ik zong nooit iets wat ik niet leuk vond. Maar nu heb ik ook echt meer dan ooit geschreven, dus dat is echt super. Wat ben je volwassen. Dank je wel. Je bent echt een man geworden. Ja, echt een man. Je bent echt een kerel geworden. Ja. En Irene die zit hier helemaal... Nee, ja, maar vind ik echt... Ik bedoel, hij zit al 6 jaar zit hier tegenover ons. Ja. Van verlegen iemand die ineens in de show bestaat tot iemand die er gewoon is. Oké. Okay. We gaan een schitterend nummer horen gewoon van je. Ja, dat vind ik lief. Kom, we gaan gauw eens even. Mijn accent verandert nog. Nee, dat is ook goed dan. Ga jij vast klaarstaan? Ja. Dan gaan we hier mooi. Ik ga hem groot